Zo ziet het Atlasgebergte in Marokko er nu uit, na de zware aardbeving van vrijdagnacht. Plots begon daar om 11 uur de aarde te beven. En dat was het ook. De plek waar de aardbeving het sterkst was, ligt op 70 kilometer van de belangrijke stad Marrakesh. Daar liepen heel wat mensen in paniek naar buiten en daar sliepen ze ook de hele nacht, omdat ze bang waren voor naschokken. De aardbeving heeft veel schade veroorzaakt en er zijn duizenden mensen gestorven en gewond geraakt. Alle scholen blijven daarom voorlopig dicht. Journalist Inge is voor ons in Marokko, in een van de moeilijk te bereiken bergdorpen. Hier zie je hoe de hulpverlening verloopt, diep in de bergen in het Atlasgebergte. In gebied waar de hulpdiensten nog niet kunnen komen. En je ziet dat het wel lukt om met auto's eten en dekens en kleren voor de mensen hier te krijgen. En vanuit de bergen komen mensen dus met ezels naar hier om die producten te halen. Nu hebben zij nog een tocht voor de boeg van 2 tot soms wel 5 uur te voet terug naar het dorp, maar wel met proper water, brood en eten. In de grote steden zijn ze ondertussen al puin aan het opruimen en gelukkig helpen mensen elkaar. En ook andere landen willen graag helpen. Ook in ons land samelen verschillende organisaties spullen in, van dekens tot tenten. En het Rode Kruis vraagt om geld te geven, zodat ze de mensen in Marokko kunnen helpen. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.